Hallo en welkom bij een nieuwe video. Deze video moet eindelijk gisteren online gekomen zijn, maar ik had een super drukke dag achter de rug. Zo ben ik naar Rijssel geweest op dinsdag en daar heb ik enkele zaken gekocht. Dus nu heb ik een Rijssel shoplog. Rijssel is trouwens een stad in Frankrijk, heel dicht bij de Vlaamse grens. Je kan er met de trein naartoe, dan neem je gewoon de trein van Kortrijk, Antwerpen of Gent naar Leeuw-Vlaanderen en dan sta je er in een mum van tijd. Ik heb dat ook gedaan met mijn moeder. Maar voor wij Rijssel waren zijn we ook eventjes binnengesprongen bij de Action. En daar heb ik ook iets gekocht. Niet zo heel veel, daarom maak ik er geen aparte shoplog van. Maar ik hou jullie toch nog even tronen. Ik heb brush pens gekocht. Deze leken mij echt heel erg fijn om te gaan om in mijn bullet journal te gebruiken of in andere plannerlijstjes. Of gewoon om leuk creatief mee bezig te zijn. En als tweede en als laatste kocht ik bij de Action deze desk planner. Je hebt deze ook bij Hema, maar ik denk dat die iets goedkoper is in Action. En ik vond hem echt ook heel leuk, maar heel toffe quote. Oh, hello week, let's do this. Een desk planner. Oké. Deze kan je gewoon op je bureau zetten. Dat is echt heel erg makkelijk. En nu gaan we over naar de Rijssel shopper. Als eerste sprong ik in de Rijssel binnen bij de New Yorker. De New Yorker hebben ze jammer genoeg niet meer in België, maar dus wel nog in Frankrijk. En daar kocht ik een paar schoenen. Als jullie me al een tijdje volgen, weten jullie dat ik heel erg grote voeten heb en dus geen schoenen kan kopen op de vrouwenafdeling. Maar dat was vandaag geen probleem, want de ventenafdeling of de mannenafdeling voor de niet-West-Vlaanderen, mensen niet uit West-Vlaanderen, daar kocht ik deze fantastische mooie sneakers. Ik vond ze een klein beetje lijken op die van Adidas. Ze hebben een zwarte rand hier van achter. Een heel leuk patroontje binnenin die je jammer genoeg nooit gaat kunnen zien. Ik hoop dat deze heel erg lang wit blijven. Dan kan ik ze super veel gaan dragen. Deze waren €19,95 en waren niet in solde. Als volgende ging ik naar de Primark, alhoewel we echt al duizenden vestingen van Primark hebben in België. Maar ik heb daar ook toch een aantal dingen gekocht. Ook deze sneakers, ook op de mannenafdeling. Wat een klein beetje raar is, want ze hebben een blinkere achterkant, maar geen judge. Deze waren €16. Het is trouwens echt een heel grote Primark in Rijssel. De Primark in Rijssel zit in het shoppingcenter genaamd Euralil. Net als de New Yorker en bijna alle winkels in deze shoplog. Ook kocht ik nog enkele slippers, want ik ben de mijne kwijt. En deze waren maar €2. Ik hoop dat ze passen, maar ik denk van wel. Ze hebben trouwens een heel leuk patroontje, waardoor ze moeten denken aan de Adidas slippers. Ook kocht ik een kaars, want ik hou nu eenmaal van geurkaarsen. Dit is de geurkaars met plum en mulberry. En blijft 35 uur branden volgens Primark. En het heeft een heel leuk marble patroontje. Maar de kaars zelf is en het ruikt echt heel erg lekker. Wat de prijs van de kaars is, weet ik niet, want hij staat er niet op. Ik kocht enkele sheet masks, want ik ben dol op sheet masks. En misschien zijn ze ook wel leuk voor het mask time. Ik kocht een brightening pearl sheet mask. Een hydrating avocado sheet mask. En een Plumbling Vitamine E Sheet Mask. Deze waren allemaal €1,50. Dat was het in de Primark. Maar ik ging ook nog naar de Sephora. Want je kan de Sephora niet overslaan als je in Frankrijk bent. Vooral omdat ze die in België niet hebben. In Nederland ook niet, denk ik. Ik kocht het Mask Pete Lavender Foot Mask van Sephora. En een prachtige lipstick. Ik heb alleen van Sephora een lipstick, maar deze nog niet. Deze is een donkerpaarse kleur in R24 Bewitch Me. Ik
Het masker was 3,95 euro en de lipstick was 10,95 euro. En er zit ook nog een sample in, het Instant Moisturize Plus Cream. Ja. En dan een woord dat ik niet kan uitspreken, Acid Booster. Vervolgens ging ik naar Kiko, want daar hadden ze ook een solde. Ik kocht een aantal zaken. Zo kocht ik een creamy lipstick in de kleur 01. Ik weet eigenlijk niet meer welke tint het is. Maar volgens mij zal ik dat direct te weten komen. Oh ja, het is een mooie basic kleur. Een licht paarse kleur. En nog een lipstick in de tint 01. Ongeveer dezelfde kleur. Maar net iets rozig bruiniger. En echt met een heel, heel erg mooie verpakking. Ga je maar niet meer toe. En ik kocht ook een foundation. Ik hoop dat die goed is, want een vrouw in de winkel heeft die enkel op mijn hand geswatcht. Dit is de foundation in de kleur 10. En ziet er zo uit. Even de prijzen voor jullie. De foundation was 10,45 euro. De ene lipstick was 6,25 euro en de andere lipstick was 1,70 euro. Ja. Als volgende ging ik naar de Makeup Forever. Ik had dat merk nog nooit buiten Sephora gezien, maar ze hebben blijkbaar ook een eigen winkel. En ze geven er stoffen tasjes mee, wat dat super fijn is. En nog nooit gezien in de make-up winkel. Ik kocht dit setje. Dit is het Eye Basic set met 3 eye essentials. Een oogpalot, een waterproof eye cleanser en een mascara, denk ik. Ja. Twee aqua creams en twee extraordinaire kleurtjes. Ik heb hem in een houden kleur. Ik lekker mee aan de slag kan. En ik weet niet of dat een goed idee was, maar ik hoop het wel. Echt een fel gele kleur. Ik denk dat ik deze misschien wel kan gebruiken. Misschien zelf voor mijn Hufflepuff look, als jullie nog eens willen dat ik een make-up look maak van alle houses. Ik heb dat ooit al eens gedaan op mijn make-up YouTube kanaal, die ondertussen al gestopt is. Maar als jullie het in een blogbericht willen zien, laat het zeker even weten. Dan maak ik terug een Gryffindor, een Slytherin, een Hufflepuff en een Ravenclaw look voor jullie. Vervolgens kocht ik een waterproof liquid lip color van Makeup Forever. Dit is hem. Hij heeft twee kanten en ik denk dat hij een beetje werkt zoals het L'Oreal product. Dat je dit smeert zodat je lipstick lang blijft zitten en dat het dan de lipkleur is. Het is echt een soort gelachtig iets. Oké, we gaan dit testen en dan gaan we wel uitvinden hoe dit werkt. Ook in sale trouwens, alles die ik kocht in de Makeup Forever was in sale. Ook kocht ik nog deze lipstick. Ik krijg het doosje even niet open. First World Problem. Dit lijkt qua verpakking een klein beetje op de Maybelline producten. Dus een
mooie bruine kleur. En hij noemt Rouge Artist Intense, denk ik. Mat 3. Ah nee, dus hij noemt waarschijnlijk gewoon mat 3. Ik kijk nog even de prijzen. Linken staan trouwens allemaal hieronder. De Aqua Cream was €6,75. De lipstick was €13. De oogschaduwbasis waren 99. En nog een ander lipstick was €11. Als ik aan het prijskaartje uitraak. Wel een heel fijn zakje. Als volgende nog één Sephora, want ik ben naar twee verschillende Sephora filialen geweest. Deze Sephora zat in het stad en daar vond ik deze Too Faced Peach Blush. En ik heb nog nooit een product van Too Faced gehad, maar ik hoor er wel altijd al eentje. Maar het is redelijk duur merk. Deze kwam van €29 en was nu verkrijgbaar voor €20,30. En het is echt een heel, heel erg mooie verpakking. En een mooie blush. En een perzik vormpje uitgedrukt. En die ruikt ook zelf een beetje naar perzik. En het doosje blijft niet open. Of ligt dat aan mij? Het ligt waarschijnlijk aan mij. Nee? Oké. Echt een heel mooie verpakking. Echt verliefd op dit product. Ik ben zo blij dat ik nog naar de stad geweest ben. Alleen voor dit. Zit er hier een sample in. En als laatste kocht ik geurkaarsen van Yankee Candles. Ik weet namelijk een winkel zitten in Euroleal die Yankee Candle verkoopt. Maar ik ben eentje kwijt. Ik ga even kijken of die nog in mijn rugzak zit. Ik is even uit. Hij zit niet in mijn rugzak, dus hij zal in een doos beneden zitten. Dus ja, ik ga hem niet kunnen tonen jullie. Ik heb 3 kaarsen gekocht. Allemaal van deze kleintjes. De geur Mulberry and Fix the Light. De geur Pink Dragon Fruit. En daar heb ik nog geen oordeel naar moeten raden. Maar je komt ze sowieso ooit allemaal te zien in een vlog. Want als ik een nieuwe kaars aansteek, toon ik dat ook altijd in de vlog. En welke opgemaakt zijn, komen altijd in mijn favoriete en opgemaakt van de maand. Maar dat was het dan voor deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doedels! Sorry voor het feit dat deze video veel te laat online komt trouwens.